Mijn naam is Judith Webber en ik ben auteur van het boek Zelfliefde in Actie. Een gids om dagelijks meer van jezelf te leren houden. En nou, aangezien dit niet mijn eerste boek is en ik dus echt dol ben op schrijven en het zelfs een beetje verslavend is, vind ik het leuk om te vertellen wat schrijven voor mij doet, wat schrijven voor mij betekent. Want ik schrijf eigenlijk echt op dagelijkse basis. Als je mij volgt op de social media, op Facebook, op Instagram, op LinkedIn, dan zie je dat ik heel erg veel deel. En dat delen, dat schrijven, dat biedt mijzelf ook echt heel erg veel. Dat ordent mijn gedachten, dat brengt mij nieuwe inzichten, het verrijkt mijn leven. En wat ik het mooie vind, is dat dat niet alleen mijn leven verrijkt, maar dat het dan ook nog eens wat biedt voor degene die het leest. En dat krijg ik gelukkig ook op dagelijkse basis terug van mensen. Dat ze het zo inspirerend vinden wat ik deel en dat ik zo open ben over mijn leven. En nou, dat is ook niet altijd zo geweest, dus dat is heel mooi.